Frankie van Huizen, ik zie allemaal mensen lopen. En die hebben allemaal houten tulpen bij zich die geschilderd zijn. Wat is daar de bedoeling van? Het is de bedoeling dat die verkocht worden. Ik heb ze samen met mijn cursisten gemaakt. En ook het TMZ in Hengelo heeft een afdeling nijverheid, heeft ook een aantal tulpen geschilderd. En het is de naam van Giro, het was Giro 55, maar het is nu Giro 999 voor de Turkse slachtoffers en de Syrische slachtoffers van de aardbeving. En omdat wij nogal wat Turkse medebewoners hebben hier in de Tuinstraat en de tulp van origine ook Turks is, leek me dat een leuk idee. Ja, want er zijn al heel wat mensen hier vanmiddag langsgekomen. Is het naar je zin? Ja, ik vind het heel leuk. Het begint nou ook echt te lopen. Ja, we hebben al aardig wat geld opgehaald in het potje. Ik heb nog niet geteld, maar alle kleine beetjes helpen. Ja, want hoeveel tulpen, heb je daar enig idee van hoeveel tulpen er gemaakt zijn? Nou, ik raakte elke keer de tel kwijt, maar ongeveer 250 of zo. En dat kan een leuk bedrag opleveren? Ja, 2,50 per stuk. En onze Turkse overbuurvrouw die maakt lekkere hapjes voor een klein prijsje. Komt allemaal in die pot. Heel veel succes ermee en ik hoop dat het een goede bestemming vindt. Dat hoop ik ook. Dankjewel. Kom naar mijn zaadje. Wat heb jij allemaal voor lekkers gemaakt vandaag? Ja, ik heb allemaal voor lekkers gemaakt gevulde paprika, zie je hier. En dat heb ik bewust vegetarisch gemaakt, hè, zodat het voor iedereen wat meer spreekt. En we hebben de Turkse pizza, de bekende Turkse pizza, de lahmacun. En we hadden, zeg ik nog, want die gingen, die vlogen over de bank. We hadden roomboterbroodjes. Nou, ze waren zo lekker. Iedereen genoot ervan. En we hebben een lekkere couscoussalade. Ja, heerlijk. En die opbrengst, waar gaat die naartoe? Ja, naar het goede doel. En dat hebben we bewust voor Turkije en Syrië gedaan. Ook natuurlijk voor een beetje voor de gezelligheid van de straat, de bewoners met elkaar, als buurtbewoners met elkaar. Heel gezellig. Dus de opbrengst gaat naar Giro 55, ja. Dankjewel en heel veel succes en plezier nog vanmiddag. Ja, dankjewel. Gaat zeker lukken. Dankjewel.